Loopt, de camera loopt. Verticale de l'arpon. Voilà, et là, il y a un cours du papa. Zijn ze nu aan het verticaal, zegt hij? Ja, maar wat bedoelen ze daarmee? Dat is volgens mij dat zijn ze gesprongen, wil hij zeggen. Ja, ja, dat is zo gebeurd. Ja. Het is half vier, hè? Ja, ja. Nou, maar Romeo Lima is taxiing out to holding 05. Oh. Daar komt hij ook nog een keer. Oké, dan wachten we even. Just hold on for a second, please. Holding on, maar Romeo Lima. Welkom, Romeo, vous continuez, prends place. Prends la place du novembre 226, Romeo Lima, super, merci. Ok, bien noté, bravo, Romeo. November 226, Romeo Lima, runway 05 in use, and a QNH 1014. 1014 and 05 in use, November Romeo Lima. Die schakelaar begint weer slecht te worden, dat is ongelooflijk. Die heb ik pas vervangen vorig jaar en nu is hij alweer not very good. Op een of andere manier oxideren die. Ja. Thank you.
see you next time. See you next time, bye bye. Bye.
Ik hoor zo'n klein piepje de hele tijd. Ik weet niet of jij dat ook hoort. Nee. Ik weet niet wat dat is. Als ik hoor het niet, of ik ben doof genoeg. Okay. November 26 from Lima is entering CME 2.5 miles south of Gold Uniform Lima. November 26 from Lima. November 26 from Lima, Roger. Report leaving the CME in the north. This will report leaving the CME. November 26 from Lima. Dan kun je ook nou Morgenkraten zien liggen. Zie je daar dat witte torentje in het bos? Ja. Ja, dat is die met het militaire begraafplaats. Ja, ja. Zie je het, ja. Ja. En daar zou je dus ook een upbend, uphill standing kunnen doen. Ja, dat is op een dak, hè. Ik weet niet wat dat. Dat maar niet doen, nee. Nee. Hoeveel uren nog voordat je de olie gaat controleren? 25, dus nu moet ik gewoon 25 uur vliegen. Ik heb er nu denk ik een uur of 10 of zoiets mee gevlogen. Ja. Maar wat ze zeggen is als die olieverbruik stabiliseert, dus in het begin heb je, ik heb er nou 2 keer een liter bij moeten gooien. Ik heb het in mijn logboek opgeschreven, als je stabiliseert, dan dus moet ik grafiekjes even maken, dan ja. Weet je of die ingelopen is. Ja. Het is heel anders vliegen op deze hoogte, hè? Scheelt aanzienlijk, ja. Dat is het fijn dat je nou IVA vliegt, kun je boven die wolken uit. Ja. Het is gewoon helemaal stil. Ja. Maar je gaat deze week weer erachteraan, hè? Waar achteraan? Achter van Rijswijk staat hij nou. Voor je brevet. Ja, ja. Ja, ik heb er weer een mailtje gestuurd, dus dat doe ik de hele tijd. Ik vind het de laatste tijd zo stil met die Ewex. Net of die hier bij ons overkomen of. Ja, dat kan. Klopt, er komen minder over, dat klopt. Maar wat ik wel vaker zie is dat ze vanuit Frankfurt zo'n lange bocht maken bij ons eroverheen naar Amerika, dus internationale vluchten. Ja, die zullen misschien wat minder vliegen, want die hebben ook altijd veel protesten daar van die mensen uit Schinveld, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik snap ook niet waarom ze geen betere motoren onderhangen. Er hangen nog van hele ouderwetse van die turbojets onder in plaats van een turbofan. Ik bedoel, ja, dat zou veel stiller kunnen. Ja, je ziet dat overal. Dat is overal de verkeerde zuinigheid. Ja, ik denk dat ze die motoren gewoon gratis krijgen. Ja. Toch? Ja.
dispatch, go in the 495. Die autopilot moet heel dat werken, want we gaan heel de tijd omhoog en omlaag, en dan moet je continu corrigeren. Heerlijk rustig hoor ik hier van. Ja. Ja, mooi. Ja, dus je kunt ver kijken, want daar zie je de stuiptrein van Bree zelfs liggen. Dat is ongelooflijk, maar het is toch een beetje heeg, hè? Ja. Ja. Nederland blijft een lappendeken, hè? Ja. Ja, weet je, het punt is wat ik ook met de politiek zie. Je ziet gewoon dat omdat ze geen effectiviteit en geen efficiëntie meten, dat moet je bij elk proces meten, wordt daar ook niet op gestuurd. Dus je ziet elke keer dat dingen, ze doen allerlei dingen die niet effectief zijn. Dat zie je met bestrijding van criminaliteit, dat zie je met vluchtelingen. Want ik was, van de week was ik over Brugge gevlogen. Toen was ik aan het kijken van, hé, dat zijn allerlei activiteiten. Toen ging ik op internet kijken. Dat hebben ze dus, eerst is de luchtmacht weggegaan door RAF. Toen is het Javelin Barracks geworden. En nu zitten er vluchtelingen. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Echt een heel gemeen stuk hier, hè? Ja. Als we erbij verzonnen hebben. Ja, ja. Hey, Delta hoor. Ja. Een hartstikke gemeen. Ja, 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 ja. Ja, die kerk hier, hè, dat is overgewond, ja. Dus je mag schermen, je mag het niet overgewond vliegen. Ja, dat is een heel groot stuk. Ja, ja. Daar kunt u zien hier, dit, hè? Ja, ja. Dit hele stuk hier. Er staat bij. Dit bedoel ik, zo omhoog. Ja, hier, dit, hè? Ja, ja. Die pulp, dus die hebt gewoon gemond, wat jij hier ook hebt zitten, dit, ja, hè? Ja. Ja, dat is, en dat is dan wat jij zegt, weet je wel, Delta, 1500 tot level 95. 195. Nee, je hebt twee keer. Ja. Dat is Bravo, dit is Delta en dat is Bravo. Ja. 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 Dus ik ben daar mooi onder gebleven. Ja. Ze timmeren het hartstikke dicht. Ja, het is dat je gewoon een 495 kunt pushen. Dat is een 495, staat op een pushback is approved. Runway 03, information Yankee, Kennedy 1013. Push that up on Runway 03, Kennedy 1013, that's got a 495. November 226, Romelli Mayor, about to leave our airspace, frequency change approved, have a good flight, mate. Switching over to middle November 226, Romelli Mayor, thank you for the cooperation. Bye.
moeten nog behoorlijk dalen. Ja. Zullen we even bij mij thuis bus te toweren met 190 knopen, hè? Middle Radio, November 226, Romeo Lima, 10 miles out, request landing information. November 226, Romeo Lima. Lima Stil 03, QNH is 1013, wind at the moment 100 at 15, and some turbulence reported on 03. At copy, that is copy, and 03 Hughes will call down. November 226, Romeo Lima. Dat wat ik hoor, dat is volgens mij heeft dat met de snelheid te maken of met de... Ja, af en toe heb ik wel een piepje gehoord hoor. Ja, ja. Ja, ja. Ik hoor dan met je fluittoontje, dat is... Ga je nou met zo'n boswindel met minder flaps? Wat zeg je? Vlieg je dan de nadering met minder flaps door een week? Nee. Hier zijn we. Ja. Hij kan niet klaksoneren, maar. Ja, dat zou een leuke klachten opleveren. Ja. Dat het circuit zeg maar op 800 voet moet worden gevlogen. Weet je ook niet dat normaal zou je altijd zeggen, ik vlieg 1000 voet boven de grond, dus dat zou 1100 voet zijn. 700 is Nederland. Oké. Okay. Officieel hoor, 700 en plus 130. Dan maar wat gas terugpakken. Niet helemaal. Dan zijn we Romeo Lima, is downwind. Romeo Lima, houd je number 1, wind naar 110 degrees at 14. Wind is copied, number 103, November 226, Romeo Lima.
knap dat je die snelheid er zo snel uit hebt. Met die ankertjes. Ja, dat moet ook wel, hè? Ja. Ja, het is een beetje een bumpy wat je nou voelt. Dat klopt inderdaad. Maar ja, goed. Ja, toch? Die, hè? Ja? Je ziet de toren, hè? Ja.